Universiteit van Nederland. Boomer, Zoomer, Generatie X. We lijken obsessed met het elkaar indelen in generaties. Als ben je een millennial en dat is echt het laagste van het laagste. Laat Gen Z dan één iets hebben waardoor we trots op ze kunnen zijn. En toen werden wij opeens uitgemaakt voor de generatie niks door hun. Maar bestaan generaties eigenlijk wel? En wat zegt het over je identiteit? We onderzoeken het met Bram Peper. Ja, ha. Socioloog aan Tilburg University. Tot welke generatie behoor jij eigenlijk, Bram? Ja, ik behoor tot de generatie X. Dat was opgroeien met jeugdwerkloosheid, de naheilen van de economische crisis, krakersrellen, koude oorlog, zure regen, AIDS als een niet te behandelen ziekte. De overheid aan het welvaart staat en krakersrellen. Oké, boomer, of generatie X'er. Vroeger was dus niet alles beter. En zo lijkt iedere generatie zijn eigen shit te hebben. Crisis na crisis na crisis. En de oorlog meegemaakt natuurlijk. Ik bedoel, was minder leuk, maar dat is weer wat anders. Terroristische aanslagen bijvoorbeeld door heel Europa. Ja, prijzen gaan steeds hoger en hoger. Ik denk vooral met de woningmarkt dat echt wel een probleem is nu. En die shit die je samen meemaakt, verbindt. Dat bedacht de Duitse socioloog Karl Mannheim aan het begin van de vorige eeuw. Dus je groeit samen op in eenzelfde periode. En ik bedacht toen, generaties zijn eigenlijk mensen van een bepaald leeftijdscohort die ook een gezamenlijke ervaring hebben, dus iets gezamenlijks hebben meegemaakt, wat een impact heeft gedurende hun vormende jaren. Zeg maar ja, van je tiende tot je twintigste, van je vijfde, je puberteit. En dat zijn echt de momenten dat er allerlei dingen heel veel indruk op je maken en ook dat je eigen identiteit aan het ontwikkelen bent. En wat ze ook als zodanig zelf erkennen. Dus dat je zelf is, wij hebben met elkaar meegemaakt dat. En als we terugdenken aan die tijd, is er behalve een bak ellende ook de nostalgie die ons als generaties verbindt. De punk, de disco. Social media, brain rot, zulke soort dingen, ja. Cassettebandjes. Ik ging altijd uit naar Paradiso, de Roxy, ja. Ik moet toch denken aan mp3-spelers, dergelijke. Toch wel echt de Spice Girls. Wat nog meer? Ja, YouTube begon net. Ik denk de eerste memes op het internet ook. En dan s'nachts een beetje de Game Boy erbij halen als dat mogelijk was. Ach ja, de Game Boy. En zo kun je elke 15 tot 20 jaar een nieuwe generatie optekenen. Laten we zeggen, we kunnen iets van 7 generaties onderscheiden. Die begint dan met de vooroorlogse generatie, de stille generatie, de babyboomers. Daarna heb je de generatie niks, de pragmatische generatie, de millennials, de Gen Z, generatie Z. En dan is er natuurlijk nog een generatie in de maak. En de jongste generatie die vanaf 2015 geboren is en nog geboren gaat worden tot 2030 is generatie Alpha. En je ziet dat is eigenlijk altijd ingedeeld in blokken van ongeveer 15 jaar. Zo op een rijtje lijken generaties heel tastbaar, overtuigend. Alsof ze wel zo te definiëren zijn, toch? Nou ja, ze bestaan als je het hebt over familiestructuren. Jij met je broertjes of zusjes en je ouders. Daar zit gewoon meestal wel 15 tot 20 jaar tussen. En soms met je grootouders. En heel soms zelfs nog leef je samen met je overgrootouders. Dat betekent dat je verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar samenleeft. Dus dat denken in generaties is voor mensen heel normaal, zou je eigenlijk zeggen. Maar als je gaat kijken naar heel veel generatieonderzoek, maar met name ook de marketing van generaties naar bedrijven toe, van jullie zullen wel merken op de werkvloer dat Gen Z ze heel anders behandeld worden dan de oudere generatie. Ze vinden vaak dat wij heel lui zijn. Ik heb wel het idee dat andere generaties ons generatie echt afschuwelijk vinden. En met die social media, jezus. Met Snap en met Insta. Minder hard werken dan dat er vroeger gedaan werd en zo. Nou ja, daar hebben we verschillende wetenschappers hebben daar onderzoek naar gedaan. Van, is dat dan te vinden in de literatuur, in het onderzoek wat er is? En daar is eigenlijk geen bewijs voor te vinden. Het is wel zo dat Gen Z anders over werk denkt dan Gen X, Gen Y of boomers. Maar toch heeft dat niets met hun generatie te maken. Om dat te begrijpen, duiken we in het onderzoek. Als je een generatie onderzoekt op één moment in de tijd, dan vraag je eigenlijk allerlei mensen tussen 0 en 80 over een bepaald onderwerp. Wat vind je van het belang van werk of van vrije tijd? En dan zie je verschillen tussen die groepen mensen. Jongere mensen vinden iets anders van werk dan oudere mensen. Socioloog Martin Schreuder veegde 40 jaar data uit een groot Europees onderzoek bij elkaar. Hij keek hoe eerdere generaties tijdens het onderzoek in hun tijd antwoorden op vragen als: wat vind jij van werk? En wat bleek? En die kwam dus achter dat alle jonge mensen zijn wat minder geïnteresseerd in werk dan, zeg maar, de begin 20 zijn allemaal wat minder gefocust op werk dan de begin 30ers.
Want ook als je de oudere mensen die nu heel erg zeggen, ja, die jonge mensen willen niet deugen, die willen niet hard werken. Als je hen had gevraagd toen zij zelf 20 waren, hadden ze ook een ander idee van werk gehad. Boomers van nu vonden in hun tijd, dus toen zij 20 waren, werk ook minder belangrijk dan de oudere generaties boven hen. Daarnaast maakt de maatschappij als geheel verschuivingen in hoe we naar onderwerpen als werk en vrije tijd kijken. Als je mensen iets vraagt in 2024 over hoe belangrijk werk in hun leven is, over iedereen in heel Nederland, dan krijg je een ander antwoord dan als je dat in 1975 vraagt. En die al aangehaalde Martin Schreuder, die Duitse socioloog, die had het ook onderzocht. Die zei, ja, het is wel opvallend dat alle mensen die zeggen dat generaties bestaan, die verdienen daar op een of andere manier een brood mee. Terwijl alle mensen die laten zien dat generaties niet bestaan, dat zijn meer saaie professoren zoals ik, die grote databestanden doorspitten om te kijken of dit verschil er is. En Martin Schreuder was toch heel, zei, ik kreeg zelfs heel veel geld aangeboden om een boek te schrijven over dat ik generatieverschillen waren, maar ik kon ze gewoon niet vinden. Boomer business is dus booming business. Maar sociologen als Carl Mannheim hebben zelf die labeltjes in het leven geroepen. Wat moeten we daar dan mee? Nou, mensen vinden het altijd fijn om ergens een kadertje omheen te zetten, om te proberen de wereld om zich heen te begrijpen. En we vinden het heel fijn als mensen om ergens bij te horen. Maar het problematisch wordt natuurlijk als je mensen gaat wegzetten omdat ze behoren tot de generatie, met daarbij de veronderstelling dat die mensen echt een andere karakteristiek hebben dan andere mensen. En ik word er een beetje moe van dat ik overal op het nieuws en gewoon boomers om me heen hoor, ja, Gen Z wil niet werken. Maar we vinden het wel heel gebruikelijk om te zeggen, het zijn een stelletje snowflakes. En wanneer het 5 uur is, doen ze de klep dicht en ze gaan geen minuut langer doorwerken. Of dat is een oudere generatie en die zit een beetje, ja, onze plek te bezetten. De boomers natuurlijk, en die geven we de schuld van alles. Okay, die moeten gewoon weg, die weten niks van de digitale wereld, die begrijpen dat niet. Dus dan wordt het kwalijk, want dan scheer je dus mensen over één kam, alsof ze een gemeenschappelijke karakteristiek hebben die er eigenlijk niet is. Hoewel het best grappig is om te zien hoe generaties elkaar bashen. En zie, ik ben er dus achtergekomen dat jullie Snapchat gebruiken als jullie vaste vorm van communicatie ten opzichte van een WhatsApp. Ja, met een babyboomer, je hebt natuurlijk gewoon alles cadeau gekregen. Like Disney adults, dat is waar ik aan denk als ik like millennials denk, ja, zoiets. Moeten we misschien toch iets liever voor elkaar zijn? Ik ben absoluut geen babyboomer, ik ben generatie X. Ik krijg ook naar mijn hoofd dat ik een boomer ben. Dank Bram, en ja, sorry nog daarvoor. Tot de volgende.